leuk dat jullie kijken naar een nieuwe extra vlog. Het is vandaag zondag. Ik moest vandaag eigenlijk werken, maar dat zat er helaas niet in. Ik was namelijk al een paar dagen een beetje aan het snotteren en ook dacht ik, nou, dat gaat wel weer over. Het komt wel goed. Maar ik werd vanmorgen in één keer wat benauwend wakker en ik hoest al een paar dagen. Dus ik dacht, zeker voor het onzekere, ik ga een test doen, coronatest. Dus die heb ik aangevraagd vandaag vanmorgen vroeg om half zeven. Ik zat vanmorgen echt al heel erg in dubio van ga ik wel, ga ik niet. Nou, uiteindelijk zat ik dus gewoon helemaal aangekleed vanmorgen om half zeven al klaar. Maar ja, uiteindelijk ben ik dus niet gegaan. Ik heb afgebeld. Ik vind het wel echt heel erg rot voor ze dat ze nu echt de benen uit de lijf moeten rennen. Want ik weet hoe een chaos het daar is, 's morgens. En die extra handen zijn 9 van de 10 keer echt hard nodig. Maar ja, ik wil het niet. Ik wil niet, weet je, voor hetzelfde geld heb ik het niet prima. Maar voor hetzelfde geld heb ik het wel. Dan heb ik daar straks een of ander tehuis helemaal aangestoken. En dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Dus ik ga me vanmiddag laten testen. Ik heb een afspraak gemaakt. Ik moet om 14:27 een test laten doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Verder heb ik niks op de planning staan vandaag. Ik wil even mijn intro gaan veranderen. Dus die hebben jullie waarschijnlijk in deze vlog al gezien. Het is niet helemaal mijn ding. Ik wil gewoon wat neutralers, wat meer mij. Dus dat ga ik zo meteen eventjes doen. En verder ga ik niet zoveel doen vandaag. Het is gewoon wachten tot ik vanmiddag in één keer naar de teststraat kan. Ik heb vanmorgen mijn haar alles gedaan, maar ik ben heel even op bed gaan chillen. Maar mijn haar is sowieso al drama de laatste paar dagen. Maar ik ben in ieder geval vandaag rustig thuis om vanmiddag de test te gaan doen. Ik ben benieuwd. Ik heb er absoluut geen zin in. Ik vind het vreselijk. Ik ga zo meteen nog wel even lekker mijn make-up doen. En even wat afval naar de container brengen. Officieel mag je het huis niet uit, maar ik kom niemand tegen. En het is hier in de straat, de container. Dus dat kan ik wel gewoon doen. Daar is het een beetje. Ik heb trouwens een pukkel hier, mocht je je afvragen van, wat is dat? Dat is een pukkel. Mocht je trouwens de afgelopen vlog hebben gezien, dan heb je kunnen weten dat het wat stil ligt tussen mij en de zogeheten toen de tijd date. Die ik heb leren kennen op de datingsite. Ik moet zeggen, het is nu de derde keer dat dit gebeurt, dat ik op een gegeven moment een soort van aan de kant wordt geschoven, een beetje raar, maar dat het niks wordt. Natuurlijk zit het er altijd in, maar bij deze date had ik wel echt het gevoel van oké, dit wordt wel wat. Het was super gezellig, we voelden allebei veel voor elkaar. Maar uiteindelijk ging het voor hem toch te snel ofzo, ik heb geen idee. Ik weet het niet, maar uiteindelijk is dat gewoon afgekapt en eigenlijk ben ik er ook wel even goed klaar mee. Mijn gevoel is eigenlijk vanaf het begin af aan al van joh, Kim, maar hier klopt iets niet. Dit gaat fout lopen. Dit wordt toch niks. Uiteindelijk heeft mijn gevoel dus gelijk gehad vanaf het begin. Dat is niet erg, maar het is wel even dat ik dacht van ik heb me ook niet blind gestaard, maar het is wel dat ik dacht van ik had wel gevoelens voor hem. En het voelde allemaal goed, het voelde allemaal gezellig en dat is nu niet meer zo. Tenminste, ik voel nog steeds wat voor, maar eerlijk is eerlijk, ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar het is gewoon even anders dan dat ik had gehoopt. Want ik had dus gehoopt dat we elkaar lekker een keertje zouden zien binnenkort en afspreken en dan kijken hoe het loopt. Tenminste, dat was de bedoeling, ook vanuit zijn kant. Maar schijnbaar kunnen dingen van de een op de andere dag in één keer veranderen in je hoofd en dan gebeurt er dit. Maar goed, zo was ik afgelopen 2 dagen even ziek van. Nu denk ik bij mij, oké, fuck it, ik ga gewoon door met mijn leven en het boeit me allemaal niet meer. Zoek het allemaal uit. Dus, we gaan weer lekker verder met leven, jongens. Ze hebben genoeg vis in de zee en het is ook niet dat ik hopeloos op zoek ben of nu een relatie wil. Maar het was wel leuk geweest, maar helaas. Ik wou nog iets zeggen, maar dat ben ik alweer vergeten.
Maar goed, maakt niet uit. Ik ga lekker een introotje maken, jongens. Ik heb nu toch weinig te doen. Dus ik ga eens even lekker wat dingen in elkaar flatsen. En kijken. Oh my god. En kijken wat het leukste wordt. Ja, dan? Sta ik in de hooi. Nee, dan kan je nog eens bedenken hoe je met je passie hebt. Wat kan ik zeggen? Oeh, doodeng als ik die tent zie staan. Ik vind dat helemaal niet leuk. Rotsen. Ik vind dat helemaal niet leuk met de auto. Ik heb altijd gezegd, als ik een test wil doen, wil ik het door zo'n autoteststraat doen. En dan ga ik een staafje erin, staafje eruit, ja zo gaat die goed. Moeten we rechtdoor? Oh nee, moet ook joh. Oh, ik vind het nou niet leuk. Ik ken het al. Oh. Yeah. Nou, tot strakjes, hè. Ik laat de camera wel bij jou, want ik mag toch niet filmen. Duik ik samen met collega's. Daar komt ze. Groot klassiek muziekkenner op Nieuwdorp. In de spannende, bijzondere, intrigerende en soms bloedstollende verhalen. Nee. Oh. Klaar. Oh. Ging goed hoor. Moest huilen. Drama. Nee, het was hartstikke mee. Ik had een hele lieve meid. Werkt u in de zorg? Ja. Ik denk die kant eruit. Exit vandaag. Oh ja, die poort daarnaast. Nou, het is goed gegaan. Mijn neus zit er nog aan. Zijn werk ik in de zon? Ja, dat vroeg je ze. En dan krijg je naar binnen 48 uur. Anders heb je kans dat het langer kan duren. Twee levens. Oké. Gebroken harten, zware depressie. Top. Op naar huis. Die van mijn keel was deze keer echt wel dat ik dacht. Maar die van mijn neus merkte ik niks van. Ik vind die echt niet erg. Nou ja, dit is nog geen minuut. Oh, ik ben trouwens wel eerder op het geweest. Dus dat is wel chill. Tijdens zijn uitzending op radio. Dat is rustig. Ga ik even bij op langs in de studio. Het waren echt allemaal cabines, allemaal glazen wanden. Je moest, voor zo'n plaat moest je je idee laten zien en je scan en je code pluppen en zo. Helemaal fancy. En dan ging je een hokje in, naast de 300 andere hokjes, zeg maar. Nou, dat was Ahoy vanaf de buitenkant. Op naar huis. Goed, en we zijn weer thuis. Oh, jongens, nou, ik heb het overleefd. Het is goed gegaan. Ik ga me nu weer lekker omkleden. En allemaal, ik wil even foto's maken met de auto die ik nu aan heb. Ik zal dat morgen doen. Ik kan morgen ook, denk ik. Wat ik ga doen, is lekker chillen. En ik denk lekker mijn serie verder kijken, want ik heb toch niks meer te doen. Het is nu 3:15. Maar ik ga me even omkleden. Alhoewel ik dit echt leuk vind wat ik aan heb nu. Maar goed. Lekker chillen kleding aan. En ik wilde nog heel eventjes kijken wat ik met die plant ga doen. Want ik heb daar nog steeds geen plekje voor. Dat is nog steeds iets dat ik denk, waar moet ik hem kwijt? Dat is niet erg. Maar het is wel dat ik denk, ja. Dat is ook een beetje rottig. Maar goed, maar nou. In ieder geval, ja. Ik ga me in ieder geval even omkleden. En, het is trouwens koud in die kamer, hoe kan dat? De kachel staat niet aan, maar die staat op zich nooit. Is raar dat het hier niks zo koud is. Of ik heb het gewoon koud, dat kan ook. En ik geef mijn opa en oma bellen, denk ik. Die zullen dat wel leuk vinden, want die waren helemaal in de stress. En straks heb je corona en dan kunnen we niet op vakantie. Nee, oma, dan kunnen we niet op vakantie. Dat klopt. Maar joh, het is allemaal lekker meegevallen. Ik denk dat ik die plant trouwens hier bij de gele kast ga zetten. Dat denk ik nu. Dat is toch een stuk leuker. Ik hem hier zo zet. Zo. Dat is toch leuk. Beetje zo. Beetje die bladeren. Beetje uitbuigen en doen. Dat maakt het toch wel leuk zo. Beetje zo'n groene plant hier. Is toch wel weer grappig zo, denk ik. Is dat leuk zo? Wat vinden jullie jongens? Kan dat? Of ziet dat er niet uit? Ik weet het niet. Ik weet het letterlijk echt niet. Wat ik wel weet, is dat ik mag omkleden.
ik laat dit allemaal lekker staan. Ik ga alleen dat bed van Ash eventjes terug in het logeerbed even terug in de kamer hiernaast zetten. En is nu afwachten op de uitslag wanneer die binnenkomt. Binnen 48 uur. Ik heb aangegeven dat ik in de zorg werk, dus die komt gewoon op tijd binnen. Dat is mooi. Maar ja. Even lekker omkleden en lekker serie kijken. Goed, de komende week wat nieuwe video's, extra video's aan. Ik ga deze vlog ook eindigen nu. Ik ga zo avond eten en dan de rest van de video's opnemen. Dus dat was een beetje een rare korte vlog, maar ik wilde jullie toch meenemen in vandaag. Dus dat heb ik gewoon lekker gedaan. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doeg!